Hallo, ik ben Tess. Ik ben Patrick. En vandaag gaan we mensen interviewen over op straat. Over gamewedstrijden. Wat vindt u van gamewedstrijden? Nou, ja, ik doe het nooit, maar het lijkt mij een beetje saai en niet echt goed voor je. Wat vindt u van de mensen die de hele dag binnen lijken om te gamen? Om te gamen, tijdverspilling. Gamewedstrijden, daar word je lui van en... je zit gewoon je tijd te verdoen als je er naar kijkt. Ik vind dat je wel af en toe moet kunnen gamen. 1 uurtje of 2 uurtjes per dag. Dat vind ik wel leuk. Maar de hele dag vind ik eigenlijk niet goed. Ik vind dat je ook even naar buiten moet. Of even wat moet bewegen. Of iets anders moet doen. Ik hou helemaal niet van gamen. De kinderen zitten veel te veel achter de televisie. Maar wat doet u in uw vrije tijd? Dan ga ik tijdschriften lezen, of een filmpje kijken, of winkelen, of studeren. Een van die dingen. Bijvoorbeeld een rondje lopen, of even fietsen. In mijn vrije tijd. Ik heb niet echt vrije tijd. Als ik vrije tijd heb, ga ik boodschappen doen, en huis schoonmaken, en af en toe tv kijken. Ik doe spelletjes.